Wanneer ik dit opneem, is het nog lang geen suikerfeest. Beter nog, we zitten nog maar in het begin van de tweede week van de Ramadan. Dus we hebben nog een lange weg te gaan, maar ja. Oké, ik dacht al. Ik was net aan het afronden. Ik heb al gedaan. De grondwerker heeft net zijn graafmachines in onze tuin geplaatst. Vandaag vieren we het suikerfeest. Ja, mag ik mijn laatste zin zeggen? Utsjoe! 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 3, 2, 1. Dag lieve jongens en meisjes. Juf Moesje hier, samen met Bluppy, Mario en Luigi. Ik ga weer een verhaaltje voorlezen voor jullie. En vandaag koos ik wel een heel speciaal boekje. Want het gaat over het suikerfeest of het Ramadanfeest dat er aankomt dit weekend. De titel van het boek is De Snoepjes van Aisha. En de auteur is Ellie van der Linden. Laten we beginnen. Wat een mooie tekening! Mama, kijk! Roept Aisha. Deze tekening is voor oma en opa omdat het suikerfeest is. Dat is lief van jou, Aisha. Je hebt een heel mooi cadeautje voor opa en oma gemaakt. Prachtig hoor! Ik rol je tekening voorzichtig op en doe er een mooie strik om. Gaan we nou? Zijn jullie klaar? Daar zijn papa en Salim. Ze hebben hun mooiste kleren aan. Salim heeft ook een cadeautje gemaakt. Hij heeft de kaart volgeplakt met plaatjes en glitters. Ik denk dat oma snoepjes heeft voor ons, zegt Salim. Snoepjes voor jou en snoepjes voor mij. Ja hoor, lacht mama. Het is feest vandaag. Dan hebben oma en opa veel lekkers voor iedereen. Aisha ziet oma voor het raam staan. Ze zwaait en roept, dag oma, dag. Hier zijn we, doe je de deur open? Er is al veel bezoek. Tantes en ooms en neefjes en nichtjes. Iedereen zit om de grote tafel. Die staat vol met grote en kleine schalen met lekker eten. Aisha geeft haar tekening aan oma. Dank je wel, lief meisje van mij. Kijk eens wat ik voor jou in dit doosje heb, zegt oma. Oma tilt Aisha op haar schoot. Voorzichtig maakt Aisha het doosje open. Er zitten snoepjes in. Rode, gele en groene snoepjes. Wat lekker en wat mooi. Aisha geeft oma een kusje op haar zachte wang. Eet maar lekker op, zegt oma. Aha, daar is onze kleine Aisha, roept oom Ali. Hij tilt Aisha hoog in de lucht, maar... Oei, wat gebeurt er nou? Alle snoepjes springen uit het doosje. Ze vliegen alle kanten op. Oom Ali, wat heb je nou gedaan? Haha, lacht Salim. Kijk,
een rood snoepje bij de baklava. En daar een snoepje in het water. En kijk bij oom Ali. Aisha kijkt naar de snoepjes op tafel en dan naar haar doosje. Het doosje is helemaal leeg. Oom Ali steekt zijn hand in de zak van zijn jas. Wat heeft hij daarvoor, Aisha? Een handvol nieuwe snoepjes. Lieve kleine Aisha, hier, allemaal voor jou. Stop ze maar in je doosje. Of past dit er misschien nog beter in? Aisha kijkt en lacht. Ze krijgt een popje. Een mooi klein popje. En kijk, het past precies in het doosje dat ze van oma heeft gekregen. En de snoepjes? Eén snoepje stopt Aisha in haar mond. En voor de andere snoepjes heeft oma nog wel een schaaltje. Voilà, dat was het verhaaltje van Aisha. Zijn er kindjes onder jullie die ook het suikerfeest gaan vieren? Of ken je misschien zo iemand? Dan heb ik een top idee. Maak zoals Aisha ook een mooie tekening voor jouw mama, papa, oma en opa. Ik ben er zeker van dat ze daar heel blij mee zullen zijn. Ik ben er ook zeker van dat ook jij lekkere snoepjes en baklava zal eten en leuke cadeautjes zal krijgen. Vergeet dus zeker niet je tanden goed te poetsen. Geniet ervan en veel plezier. Vooraleer we afronden, nog snel de belangrijkste woorden uit dit boek. Dat waren ze. Vergeet deze week niet om elke dag minstens één keer naar het verhaal te luisteren, net zoals we dat in de klas deden. Vergeet ook niet om te abonneren op ons YouTube-kanaal en een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En dan zien wij jullie weer de volgende keer. Dag!